Dames en heren, welkom bij de 8e Holocaust Memorial Day getuigenis, georganiseerd door Radboud Reflex met steun van het comité 4 en 5 mei Nijmegen. En in het bijzonder heet ik welkom onze speciale gast van vanavond, professor Stefan Skotnicki, zijn partner en familieleden. Afgelopen vrijdag brachten diverse media het bijzondere nieuws dat een overlevende van concentratiekamp Auschwitz op dit moment de oudste man ter wereld is. Hij heet Yisrael Kristal, is 112 jaar oud en is net als onze speciale gast Stefan Skotnicki afkomstig uit Polen. En vandaag is het exact 71 jaar geleden dat concentratiekamp Auschwitz bevrijd werd door het Sovjetleger. Terwijl de jaren verstrijken, onderstrepen we met de Holocaust Memorial Day getuigenis het belang om de ook voor vandaag relevante herinnering aan de Tweede Wereldoorlog scherp op het netvlies te blijven houden. Jaarlijks werpt een persoonlijke getuigenis een indringend licht op de wreedheden van oorlog en het besef dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. En er is ook muziek. 2 jaar geleden zong hier voor u professor biochemie Hans Bloemendaal synagogale zang. In het afgelopen jaar is hij op 92-jarige leeftijd, op 7 oktober 2015 om precies te zijn, overleden. Voor u linksonder is een beeltenis van Hans Bloemendaal afgebeeld, linksonder vooraan. En dat is vervaardigd door de kunstenaar Jean Lejac. Bij aanvang van deze bijeenkomst hoorde u de eerste nocturne van Chopin, uitgevoerd door pianist Charles van Doornewaard. Het is de keuze van Stefan Skotnicki, de spreker van vandaag. Hij koos voor Chopin omdat de muziek van deze Poolse componist jeugdherinneringen in hem wakker roept. De getuigenis die we straks gaan horen is om 2 redenen bijzonder. Allereerst omdat nooit eerder in de historie van deze bijeenkomsten een emeritus hoogleraar van deze universiteit, Radboud UMC, een getuigenis aflegde. Stefan Skotnicki begon zijn loopbaan als arts in het Poolse Łódź. Na een kort verblijf in Rome werd hij artsassistent en vervolgens chef de kliniek, lector en hoogleraar op de afdeling hart- en vaatchirurgie van het Radboud UMC. Hij ontving diverse onderscheidingen, waaronder het Gouden Kruis van Verdiensten van de Republiek van Polen en erepenningen van de Medische Academie in Łódź. En ten tweede is deze getuigenis bijzonder omdat het deze keer geen getuigenis is met herinneringen aan een concentratiekamp, maar het verhaal van een kind op de vlucht. Een getuigenis dat daardoor refereert aan de actuele vraag hoe het is om vluchteling te zijn. Stefan Skotnicki ontvluchtte als 4-jarige jongen de Poolse stad Łódź, zoals vandaag de dag vele kinderen met hun ouders gevlucht zijn uit Syrië, Afghanistan of Eritrea. In de noodopvanglocatie Heumensoord, op loopafstand hier vandaan, vinden 3000 vluchtelingen op dit moment tijdelijk onderdak. Wael Al-Shaak is een van hen. En hij deed op 4 januari op deze plek tijdens de nieuwjaarsrede, hier in deze aula, op indrukwekkende wijze zijn verhaal tijdens, zoals gezegd, de nieuwjaarsbijeenkomst van de universiteit. En een filmpje daarvan, voor diegenen die het mochten nakijken, is te zien op de website van de universiteit. Stefan Skotnicki zal straks geïnterviewd worden door Ria van der Brand, senior onderzoeker Holocaust Studies aan de Radboud Universiteit en geassocieerd onderzoeker bij herinneringscentrum Kamp Westerbork. Maar eerst krijgt u 10 minuten een historische inleiding op de situatie van Polen in de Tweede Wereldoorlog door niemand minder dan de geschiedenisleraar van het jaar 2015 en alumnus van deze universiteit. Dames en heren, met genoegen geef ik eerst het woord aan Martijn Vermeulen. Martijn. Geachte aanwezigen, vandaag staan we stil bij misschien wel de zwartste bladzijden uit de 20e eeuwse geschiedenis. Toen de onbeschrijfelijke werkelijkheid zich ontvouwde, was er eigenlijk geen woord voor.
genocide is van toepassing, maar daarmee blijft de Holocaust, de Shoah, onbeschrijfelijk. Hoeveel boeken er ook over geschreven worden, hoeveel wetenschappers zich er ook over buigen. De afstand tot de Tweede Wereldoorlog wordt groter en groter, maar tegelijkertijd is de herinnering aan deze gitzwarte periode springlevend. De Holocaust is niet meer het verhaal van Joodse mensen alleen, maar inmiddels ook ons verhaal. Een confrontatie tussen goed en kwaad die wij als Europeanen delen. Het is misschien actueler dan ooit. Geschiedenis is, ook al heeft zij misschien de naam tegen, misschien wel het meest actuele vak dat op middelbare scholen aangeboden wordt. Wij vragen ons nu zaken af, wie wij zijn, hoe wij zo zijn geworden, vanuit het hier en nu. Stellen wij vragen aan dat verleden en daarmee is geschiedenis actueler en relevanter dan mensen misschien wel op het eerste gezicht denken. Je ziet het misschien niet iedere dag, maar als je kijkt naar het jaarlijks junior symposium dat in samenwerking met het stedelijk 4 en 5 mei comité Nijmegen georganiseerd wordt, zie je het voor je ogen gebeuren. Leerlingen die ademloos luisteren naar verhalen over een oorlog, die wel afgelopen, maar nog niet voorbij is. Vanavond horen wij ook een verhaal, de getuigenis van Stefan Skotnicki. Het heeft op de kinderen diepe indruk gemaakt. En ook ons zal zijn leven niet onberoerd laten. Ik bied u een dwarsdoorsnede aan van de Poolse oorlogsgeschiedenis. Daarna kleurt Stefan Skotnicki mijn verhaal in als hij door Holocaustonderzoeker Ria van der Brand geïnterviewd wordt. Toen de gezworen aartsvijanden, Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie in 1939 een niet-aanvalsverdrag sloten en in Polen in het geheim onderling verdeelden, was het lot van het land bezegeld. In de vroege ochtend van 1 september 1939 wierpen Duitse vliegtuigen de eerste bommen af. Vanuit het noorden, westen en zuiden trok het Duitse leger op. Hitler zette in op de vernietiging van Polen als functionerende samenleving. De zogenaamde Einsatzgruppen onder leiding van Heydrich waren tijdens operatie Tannenberg verantwoordelijk voor de moord op tienduizenden Poolse burgers. Hoewel Frankrijk en Groot-Brittannië de oorlog verklaarden aan Duitsland, bleef daadwerkelijke en noemenswaardige militaire steun uit. Vanaf 17 september mengde de Sovjet-Unie zich in de strijd. Na een aantal weken kwam een einde aan de gevechten. De Molotov-Ribbentrop-linie sneed het land in tweeën. Centraal- en West-Polen werd door het Duitse Rijk ingelijfd. Rond Warschau werd een protectoraat gevormd, onder de naam Generaalgouvernement. En de blik even op dit kaartje. En het Generaalgouvernement is hier in het lichtgroen aangegeven en omcirkeld. 2 miljoen Joodse mensen waren vanaf dat moment overgeleverd aan de nazi's. 2 miljoen mensen zoals u en ik. De nazi's waren van plan Polen geschikt te maken voor bewoning en exploitatie door Duitsers. Hitlers politiek was erop gericht om de Poolse identiteit te vernietigen. Slavische volken werden immers als minderwaardig beschouwd en werden ingezet als dwangarbeiders. Ook werden er mensen gedeporteerd naar het Generaalgouvernement. Hier werd de orde op een meedogenloze manier gehandhaafd. Iedere Pool die ook maar iets deed wat in strijd was met de Duitse belangen, mocht ter dood veroordeeld worden. Bij het uitbreken van de oorlog was ongeveer 10% van de Poolse bevolking Joods. Dit percentage lag in Warschau en Lodz hoger. Daar was namelijk een derde van de inwoners Joods. Een behoorlijk deel daarvan leefde volgens de godsdienstige regels en was bijvoorbeeld op straat herkenbaar door de traditionele kledij en gewoonten. We kunnen ons daar misschien wel iets bij voorstellen. Voordat de nazi's kwamen met de definitieve oplossing van, zoals zij het zagen, het Jodenprobleem, werden er al ghetto's ingericht in Poolse steden. Joodse mensen werden vanaf 1940 verplicht daar naartoe te verhuizen. Zij raakten bezittingen kwijt en moesten zich houden aan vernederende regels. Ze werden dragen van mouwbanden door Joodse mensen verplicht. Er werden Joodse raden geïnstalleerd, die vaak bestonden uit leiders van de Joodse gemeenschap. De Joodse raad had de taak om te bemiddelen tussen de Joodse gemeenschap en de Duitse machthebbers. De leefomstandigheden in het ghetto van Warschau waren mensonterend. Er leefden meer dan 400.000 Joodse mensen op een oppervlakte van 4 tot 5 vierkante kilometer.
De Duitse maatregelen leidden tot erbarmelijke leefomstandigheden. Honger, ziekte en de dood waren de rode draad door het dagelijks leven. Joden uit de regio werden op transport gesteld naar het bomvolle ghetto. Duitse troepen vielen in juni 1941 de Sovjet-Unie binnen. Met in hun kielzog de Einsatzgruppen. Deze eenheden zorgden achter het front voor een waar schrikbewind. De moordpartijen op Joodse mensen breidden zich tot de herfst van 1941 steeds verder uit. Terreur was aan de orde van de dag. Begin 1942, de Wannsee-conferentie. Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over de noodzaak om mee te werken aan de moord op alle Europese Joodse mensen. Een half jaar later, als Heydrich als gevolg van een aanslag overlijdt, vindt er een verdere eigenlijk opvoering van de maatregelen plaats. Het nazi-plan om Joodse mensen te vermoorden in het generaal-gouvernement wordt naar hem vernoemd, operatie Reinhardt. Vanaf dat moment zijn Joodse mensen binnen het generaal-gouvernement nergens meer veilig, nergens en nooit. Arbeidsgeschikte mannen werden naar verzamelkampen gestuurd en andere Joodse mensen werden ter plaatse vermoord of gedeporteerd. In de zomer van datzelfde jaar werd het vernietigingskamp Treblinka voltooid. Voor 31 december wilde Himmler de volledige Joodse bevolking van het generaal-gouvernement omgebracht hebben. Men richtte zich met name op Warschau. De nazi's spraken daarvan de grote actie. Gedurende 2 maanden hielden de nazi's bijna elke dag een razzia in het ghetto. Tijdens deze periode werden 265.000 en 40 Joodse mensen naar de deportatieplaats, de zogenaamde Umschlagplatz, gebracht. 10.380 Joodse mensen werden in het ghetto zelf om het leven gebracht. Vernietigingskamp Treblinka was echter voor de meeste de eindbestemming. Er zijn bijna 800.000 mensen vermoord, het merendeel Joodse mensen afkomstig uit het generaalgouvernement. Belzec en Sobibor waren andere beruchte vernietigingskampen, die met name bedoeld waren om Poolse Joodse mensen te vermoorden. Door operatie Reinhardt alleen al kwamen ongeveer 1,3 miljoen Joodse mensen om het leven. Stelt u zich even voor dat achter deze grote en vluchtig uitgesproken getallen individuen, mensen, vrouwen, kinderen schuilgaan die stuk voor stuk onschuldig de dood werden ingejaagd. Dan hebben we het nog niet eens over Auschwitz gehad. Een vernietigingskamp dat ook in Polen lag, maar waar vooral de Joodse mensen van buiten Polen naartoe werden getransporteerd. Januari 1943 werd besloten het ghetto van Warschau op te heffen. Door het stevige Joodse verzet waren de Duitsers echter genoodzaakt zich terug te trekken. 19 april 1943 probeerden de Duitsers het ghetto opnieuw binnen te vallen. Er werd weer fel verzet gepleegd. En daarom werd vanaf die 23 april de gebouwen in het ghetto blok voor blok in brand gestoken. Uiteindelijk is de ijzeren vuist van de nazi's te sterk. Van het ghetto getuigden alleen nog de smeulende resten. Op 1 augustus 1944 begonnen de Polen in Warschau een opstand tegen de Duitsers. Joodse mensen die erin geslaagd waren de voorgaande vervolgingen te overleven, vochten veelal mee. Er werd gereageerd met een nietsontziende terreur. Die kostte talloze burgers het leven. De opstand van Warschau werd bloedig neergeslagen. In de oude binnenstad alleen al werden ongeveer 30.000 burgers gedood. In oktober werd de opdracht gegeven Warschau verder te verwoesten. Meer dan 90% van de Joodse inwoners van Warschau kwam om. Meer dan 90%. Sovjet-soldaten bereikten Auschwitz op 27 januari 1945. Enkele duizenden overlevenden werden bevrijd. Auschwitz is het symbool geworden voor de Holocaust. Daar werden ongeveer 1,3 miljoen mensen op een afschuwelijke wijze vermoord. Auschwitz is, echter, slechts één van de vernietigingskampen in Polen geweest. Zoals ik al eerder aangaf. Het leven in Polen was voor Joodse mensen tijdens de oorlogsjaren onvoorstelbaar en onvoorspelbaar. Naast de liefde van enkelen maakte soms het verschil tussen leven en dood. Of, zoals een van de leerlingen na de getuigenis van Stefan Skolniki tijdens het juniorsymposium het zei, een wonder dat één persoon zoveel wil en kan betekenen voor een ander. Verwondering en verbijstering gaan hand in hand. We gaan nu luisteren naar Stefan Skolniki en maken ons zijn verhaal eigen.
Ik dank u voor uw aandacht en geef nu graag het woord aan Ria van der Brand, die het gesprek verder zal overnemen. En Stefan Skopje. Daar zitten we dan. Onwennig. Onwennig. Meneer Skotnitsky, beste Stefan. Het is fantastisch dat je nu hier zit voor ons allemaal. Ik wil even speciaal een paar woorden richten aan de zaal. Meneer Skotnitsky zit hier nou wel, maar het is niet zo vanzelfsprekend. Wij hebben zelf meneer Skotnitsky benaderd, omdat we hem kenden en we dachten van, dat is iets voor vandaag. Maar meneer Skotnitsky was zelf heel terughoudend. Ja, is het wel, heb ik wel. Het is dus door onze schuld dat je hier nou zit. Ik mag jij tegen meneer Skotnitsky zeggen, Stefan, dus dat doe ik dan ook. En even kijken, hier is de. Ik heb nog een paar plaatjes voordat we het interview beginnen. Want eigenlijk gaan we van een groot verhaal naar een klein verhaal. En Martijn, dank je wel voor jouw verhaal. Martijn heeft eigenlijk het hele grote verhaal verteld. Met een hele grote kaart. Wel een beetje breedbeeld vandaag. Een kind op de vlucht. En dit is Polen al twee keer, wat kleiner. En als jullie nou goed kijken, links is Polen 1939, voordat de nazi's binnenrukten. En voordat de Russen van het oosten kwamen. En als je dan op de rechterkant kijkt, dan zie je eigenlijk een soort driedeling. En het generaal gouvernement, waar Martijn het over had, ligt in het midden. En links is het stuk van Polen wat tot het Drie Rijk behoort. En rechts is het stuk wat ingelijfd was door de Russen. En dan zie je ook nog een paar rode puntjes. En dan zie je, even kijken. Andere kant. Oh. Ik heb mijn telefoon. Dit is Lodz. En Lodz, Łódź, zoals meneer de voorzitter zojuist zei, dat zien we dadelijk nog van dichterbij. Maar dat is het vertrekpunt van het verhaal van Stefan Skotnitsky. En als je dus op die punten concentreert, dan is, ja, dit ziet er ook nou heel raar uit. Maar dus Łódź zie je dan aan de westkant. En dan zie je eigenlijk hier in het klein de vlucht, de tocht van Stefan Skotnitsky met de belangrijkste plaatsen. Want het is een verhaal waar heel veel plaatsen zijn aangedaan. En hier zie je Łódź, Lodz, Sandomierz, Kielce, Otwock, Warschau. En dan zijn er nog wat meer plaatsen, maar die komen allemaal voor in het verhaal. En dit is Łódź in de jaren 30. Stefan, ik heb speciaal dit plaatje gekozen omdat je zei van het is zo'n lelijke industriestad. Ik ben in een lelijke industriestad geboren. En ik dacht van, ja, ik vond het wel een mooi plaatje, maar dit is wel een industriestad. En hier begint het verhaal. Dit zijn jouw ouders. Vertel daar eens iets over. Ja, jammer, dat is een beetje opgerekt, die foto. Ja, ja. Dat is, ik nauwelijks herken ik hier met mijn ouders en mij ook. Ja. Ja, nou ja, plaats mijn geboorte, vanzelfsprekend heb ik niet gekozen. En we waren een kleine familie. Mijn vader was ingenieur. Die heeft, en dat is mede-eigenaar van een klein chemische bedrijf. Dat functioneerde op de schaal van de, zeg maar, 10 mensen die hebben daar gewerkt, dus een kleine schaal. Moeder aanvankelijk had een baan in kantoor, maar daarna toen ben ik geboren, dacht ik, heeft gestopt met werken. Tenminste, dat weet ik niet zo precies wanneer is gestopt. Maar dat was onze familie. Ja,
Maar jullie waren niet, je bent geboren op 11 april 1935, hè? Maar jullie waren niet met z'n drieën, jullie waren eigenlijk met z'n vieren. Hè? Ja. Hoe zit dat? Dat was zeer bekende, zeer belangrijke persoon. Ja, we zullen meteen met een naam vallen, Sophie. Of in Pools, Sofia, maar zullen we gaan Sophie noemen, dat is waarschijnlijk gemakkelijk onthouden. Die persoon, die mevrouw, heeft een essentiële rol gespeeld in mijn hele vlucht. En eigenlijk, zonder haar zou ik hier niet zitten. Mm-hmm. En dat ben ik goed bewust. Ja. Zij is voor mij een engel geweest die ongelooflijke rol gespeeld. Trouwens, nou ja, ik moet eerst zeggen, wie is dat geweest? Ja. Dat is als jonge meisje, ze is gekomen in het huis van mijn moeder. Ongeveer dezelfde leeftijd als mijn moeder. En zijn opgegroeid als twee vriendinnen praktisch. Mijn vader voor haar is altijd de meneer geweest. En zoals in het voor- en nageboorte van Christus wordt een tijd gedeeld voor haar ook. Dat was tijd voor de meneer bij ons kwam en na de meneer bij ons kwam. Dat zijn twee verschillende perioden. Dat betekent voor mijn moeder is getrouwd. En na die periode. Zij is direct na mijn geboorte eigenlijk en het meegedaan. Dus ben ik opgevoed en verzorgd. En zo waren we met ons vier eigenlijk. Ja, maar ben je Joods opgevoed? Mijn ouders waren Joods. Mijn moeder kwam van de orthodoxe familie. Mijn vader was zeer betrokken in de Zionistische beweging. Maar niet echt orthodox. Ik denk dat zullen we dat noemen liberaal. Mm-hmm. Hij is als een jonge in 1920 met de Zionistische beweging naar Palestina geweest, of zo, de Aliyah. En daar heeft gewerkt. Maar duidelijke bindingen met Jodendom nog voor de oorlog, iets wat 4 jaar dus. Ja. Ik weet niet. En Sophie was katholiek? Ja, Sophie was zeer katholiek. En ja. Devoot katholiek, zou ik zeggen. Ja. En in die periode, wacht even, dat loop ik een beetje vooruit. Dus laat me zo staan, omdat ik ben geneigd dat je te veel zeggen. Dat is een mooie foto van Zakopane. Zakopane, dat is een plaats in het zuiden van Polen, in de bergen. En dat is nog een fantastische tijd voor de oorlog. Ik denk dat 1938, ja, of misschien zomer 1930. Ja. Die ben ik daar aan de Poolse Tatras. Ja. Ja, maar dat die foto's allemaal zijn misvormd. Ja, dat is heel jammer, ja. Ja, die zijn allemaal in breedte. Daar is niks aan te doen. Maar je herkent mij. Ja, het is wel herkenbaar nog. Ja. Ja. Dus dit is eigenlijk nog een goede tijd. Dat is, is een zonnige tijd. Je ziet ja. Maar dat blijft dan niet zo. Hè? Martijn die vertelde al van 1939. En eigenlijk is het zo dat Łódź, Lodz, waar jullie woonden, waar jullie het best goed hadden, dat eigenlijk geannexeerd werd. En dat de stad in handen kwam van de nazi's. Ja, nou, het hele Polen is betekent westelijke en centrale Polen, is bezet door Duitsers. Maar Duitsers hebben een duidelijk verschil gemaakt. Dus in het westen van Polen, zogenoemde Wartegau, land van Warte, de rivier, hebben ingelijfd in het Duitsers Rijk. En van de rest van Polen hebben ze generaal gouvernement gemaakt. Voor vernedering, Hofstad niet in Warschau, maar in Krakau. Zodat Warschau was tot de derde graad stad gebracht. Maar hoe reageerden jullie erop toen? Dat was vrij snel, omdat de Łódź is, is een deel van de Rijk geworden. Die anti-Joodse wetten zijn vrij snel ingevoerd. Ja. Ik weet dat die dragen van de gele Davidstar was vrij snel. Waarom weet ik zo? Omdat ik kan mij, tenminste van verhalen, ik weet het niet of dat is niet duidelijk voor mij, of is dat mijn eigen waarneming, of dat zijn verhalen die heb ik gehoord van
van Sophie. Dat als zij mij... Ik moest als vierjarig ook die staart dragen. Hier aan de rechterkant. En als we gingen in het park, dat zij probeerde het draperen en het sjaal zodanig dat die staart was bedekt. Met sjaal, ja. Niet zichtbaar. Dus die verhaal, dat weet ik niet of heb ik zelf nog onthouden of door haar om dat zijn de, dat zich in het mengt. Dus vrij snel zijn die strenge anti-Joodse wetten. Ghetto is in het volgende jaar, 1940, al ingericht, dus vrij snel. Maar jullie bleven niet in Lodz? Nee, dus door die snelle invoering van anti-Joodse wetten, mijn vader heeft gedacht dat Duitse regelingen zullen in het generaal gouvernement wat milder zijn, of later, ja. Met vertraging. Ja. En daarom, samen met een andere nog familie, met 7 mensen hebben gevlucht. Nou, dat is eerst de vlucht geweest. Hoe was die vlucht? Dat kan ik me herinneren. Dat was in het, ik weet dat we waren in de vrachtwagen, onder stro. Het was nacht. Dus nacht onder door die... überhaupt nacht en donker, omdat we waren daar in het verstopt. En zo zijn we door de grens. Dat was niet echt de grens, omdat we geen ander land, maar het was wel controle tussen de Rijk en de generaal gouvernement. En zijn we dit gevlucht. Dat is niet zo ver afstand. Dat is een afstand van 200-300 kilometer naar San Domius. Waarom naar San Domius? Om daar woonde familie van mijn moeder. Ja. En hoe was het daar? Dus daar kwam je aan? Ja, dat was in het... een heel orthodoxe familie. Ik weet dat daar in de scepters weiden in die huis. En dat mijn overgrootmoeder, zeer sterke vrouw, ik kan me herinneren, dat was in het... Dus altijd zwart gekleed. Maar dat was de traditie. In Polen tijdens de bezettingperiode, dus ik praat over de jaren 18, dus voor 1918, dus 1890, waren veel opstanden tegen Russen die daar die gebieden bezaten. Als je ziet, het verhaal van Polen is steeds al bezetting of van rechts of van links. Ja. En dat was door de Russen hier bloedig gestopt. En de vrouwen droegen na die opstand zwarte kleding. Niet alleen Joodse vrouwen, maar Poolse ook. En zij is trouw zelfs, dus 40 jaar later, nog steeds helemaal zwart gekleed. En zij stepte duidelijk, dat was in haar stempel. Er waren 2 vrouwen, dus betekent zij en haar dochter, mijn grootmoeder. 2 mannen zijn gevlucht. Dus betekent de man van mijn opa en zijn broer zijn gevlucht naar oosten van Polen. Ja. Ze dachten dat daar zou veilig zijn dan die Duitsers. Maar dat kwamen tegen de Russen. Die hebben hen meteen geïnterneerd en naar Oezbekistan gestuurd. Maar jij woonde dus in het huis met de mensen met wie je gevlucht waren, was? Dus we waren daar met onze 4. Oh ja, dan moet ik vertellen over Sophie. Dat is een zeer belangrijke punt. Omdat Sophie is getrouwd geweest in Łódź. Had een man, 1 kinderen. En hoe die gesprekken waren, weet ik niet. Zij heeft besloten met ons te vluchten. En ze heeft die man achtergelaten. Waarom is dat gebeurd, weet ik niet. Waarschijnlijk lag dat aan de basis een slechte relatie met die man. Maar ze heeft gekozen voor ons of met ons te vluchten. Ja. Of toen had ze al in de hoofd plan om met mij weer op de vlucht te komen, dat weet ik niet. Ja, maar jullie woonden dus bij jouw grootmoeder en overgrootmoeder. En het was een orthodox Joods huishouden. Dat was natuurlijk wel even wennen als je dat niet... Ja. En hoe was die tijd daar in Sandomierz? Voor jou? Dat was zeer eigenlijk geen prettige herinneringen. Ja. Enige, dat was een smerige binnenplaats. Waar liepen dat varkens, kan ik me herinneren. En ik had een vriend.
Trouwens, vriend, die is met ons meegevlucht uit Łódź. Dat was in het, ik zeg mijn toekomstige naam, dat waarschijnlijk veel van jullie weten, Jerzy Kosiński. Met zijn ouders samen met ons gevlucht. Dus dat was mijn vriendje daar. En daar hebben we het met tweeën en met lokale jongens daar in het wat op de binnenplaats gespeeld. Ja, was dat heb je daar goede herinneringen aan? Maar het wordt in Sandomierz ook steeds spannender, hè? Ja, nou dus tegen verwachting van mijn vader, die wetten, de anti-Joodse wetten, kwamen met lichte vertraging, maar kwamen ook. Ja. Dus er waren plannen organiseren van een ghetto. En daar opsluiten van de Joodse bevolking van de Sandomierz. Ja. En op een gegeven moment wordt er eigenlijk een vrij radicale beslissing genomen. Ja, toen mijn ouders hebben besloten om mee laten verdwijnen, eigenlijk. Is interessant omdat in de archiva van Sandomierz zijn lijsten van de bewoners, Joodse bewoners van de stad, die zijn bestemd voor het transport naar Treblinka. En daar heb ik mijn naam gevonden. En als ik dat zeg, kreeg ik ook rillingen. Dus voordat die regelingen zijn ingevoerd, heeft Sophie, of mijn ouders samen met haar, besloten dat we zullen vluchten, weer tweede keer vluchten uit Sandomierz. Zij als mijn moeder en ik als haar kind en verdwijnen. Ja. Dat was in de winter 1941. Net een paar maanden voor het afsluiten van de Joden in Sandomierz in ghetto. Ja. En toen zijn jullie naar in Kieltje onder andere. Ja, dat is een. We hebben een paar adressen gekregen van ouders, hun vrienden, bekenden. Waar we zouden eventueel onderdak kunnen vinden. En in de eerste plaats, dat was in Kieltje. Op de plan heb ik gezien, dat was een afstand van 50 kilometer van Sandomierz, dus het eerste onderweg. Daar woonde een vriend van mijn ouders voor de oorlog. Goed bevriend waren, ik heb foto's gezien, we waren samen op vakantie vroeger. Dus eerst gingen we daar naartoe. En daar kunnen we heel snel stonden we buiten, omdat heeft hij het geweigerd onze gast als een onderdak te geven. Maar die Kieltje is mij zeer sterk in herinneringen gebleven. Niet alleen vanwege die weigering van die vriend, maar vanwege die straatbeelden die daar heb ik gezien. En dat was de eerste keer, dat heb ik aan het gemerkt, dat ik, dat is geen spelletje. Die waren razzia's daar, en Duitsers waren bezig met de exhibitie van de Joden, van hun, zulke huisjes. Ja. En dat ging met geweld, met schotten, met honden, met beeld wat ik kan het alleen als een herinneren, als hel voor mij was dat. Plotseling van de beschermende thuissituatie, plotseling in vreemde wereld. En toen heeft Sophie jou ook een aantal dingen geleerd hoe je moest overleven. Ja, wat toen, waren heb haar ik, lessen? Toen heb ik een, begrepen dat ik moet die rol van haar zoon goed spelen. Anders sta ik aan de andere kant van de straat. En ze heeft mij inderdaad. Ze heeft. Hoe hebben ze precies welke woorden heeft niet gezegd, maar kwam op neer dat ik moet eigenlijk onzichtbaar zijn. Ja. Geen contact met niemand, met andere mensen. Niet alleen contact verbaal, maar zelfs aan niemand kijken, omdat als je kijkt naar iemand in de ogen, dat iemand kijkt naar jou toe. Ja. En dat kan betekenen verraad. Dus eigenlijk liefst onzichtbaar zijn, niet bestaan. Ja. En voor mij is nog steeds
Nu van perspectieven van die 60 jaar. Ik was toen 6 jaar. Ten eerste haar bewondering voor haar moed. Dat zij zoiets heeft gedaan, omdat we waren helemaal verschillend. Ik was een donkerharig jongen. Zij blonde vrouw. En het moest, zonder enige documenten, we kunnen bewijzen. En we moesten spelen, moeder en zoon. Zoon en moeder. En ten tweede, consequenties wat zullen voor haar zijn als dat zou ontdekt worden, dat ik ben niet haar zoon, maar ben ik Joodse kind. In tegenstelling tot Nederland en die wetten waren in Polen zeer streng. Dus dat is niet zo dat iemand is naar de kamp gestuurd of naar ergens in een andere straf, maar dat was meteen voor beide dood. Meestal ter plaatse. Heb je nog aan Kieltje heel levendige herinneringen? Sorry? Heb je aan Kieltje nog heel levendige herinneringen? Ja, omdat was de eerste keer, wat heb ik gezien in mijn ogen, waarover gaat. Ja. Als je niet goed in die rol bent. En heb je je ooit bedreigd gevoeld in Kieltje? In die moment, ja, ik kan me herinneren, dat heb ik onder haar jas ben ik gekropen. Ja. En die verborgenheid zocht ik. Ik zocht eigenlijk die geborgenheid en die familie, die gaat er net tevoren. En die plotseling kunnen zo dichtbij was echt gevaar. Ja. Ja. En later zijn jullie Kieltje ontvlucht. En toen zijn jullie naar de familie van Sofie. Ja, nou ja, we waren dat. Die Duitsers waren bezig met een Reinhardt-operatie. En dat waren met de Polen voorlopig niet bezig. Dus we hebben op andere adres gekomen. Ik weet niet precies of direct, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, naar Kieltje zijn we niet gebleven. Zijn we gegaan. Zij zocht weer in het ergens onderdak. Bij bekenden. En ze zijn we gekomen op adres van haar familie. Dat waren boeren in de omgeving van Warschau. En dat was een klein huis met een trap, zoals in het boerenhuis is, van binnen naar boven en aan de zolder. De zolder was praktisch alleen het oude meubels stonden, was niet bewoonbaar, maar die vloer was niet vast. Dus je kan dat bijna zien en horen wat gebeurde beneden. Dus we zijn daar naar boven gebracht. Maar s'avonds hoor ik gesprek beneden tussen haar familie en haar. Die haar probeert te overtuigen wat voor stommiteit zij doet. Dat ze brengt gevaar niet alleen voor haar en voor mij, maar ook voor hun. En dat is een dom wat ze doet. Ze moet dat waarschijnlijk, ze begrijpt het niet, hoe ernstig is dat. Dat ze moest zo snel mogelijk mee aangeven aan de gendarmerie, aan de Duitsers. Wat ze heeft precies gezegd, dat weet ik niet. Maar ze kwam naar boven. Maar ik weet het nog, direct in de midden van de nacht zijn we gevlucht. Oh ja, ze hebben nog iets gezegd, dat als die aangeving goed verloopt, dan kan ze nog misschien geld krijgen voor alcohol, voor vodka of zoiets in deze zin. Tenminste, worden ze beloond. Weet je of je toen ooit een moment gedacht hebt van Sofie gaat me aangeven? Nee. Dus je had een... Oh, ik had volste vertrouwen. Ja. Ik noemde haar moeder, echt. Ja. Niet alleen omdat het was een spel, maar dat was mijn moeder. Ja. Trouwens, is altijd, het is niet belangrijk, de moeder die baart, maar die moeder die opvoedt. Oh ja, dat was voor mij absoluut. En ze had jou ook onze vader geleerd? Ja, ze heeft mij dat was in het gedeelte, omdat het eerste wat de Duitsers en Polen, de Poolse politie ook deden, om te kijken of iemand is Joods, om te laten onze vader te zeggen. En
dat ik wist dat. Maar waarschijnlijk heeft ze dat gedaan niet alleen om mee te redden, maar zij geloofde in. Al eerder, ja. Tijdens de opvoeding, want ze heeft je... Ja, zij gaf mij alles beste wat zij gaf en dat is haar religie. Ja, ja. En ondertussen, dat was iets wat was redding voor ons. Ja. Nou zien we daar een foto van jou, wel twee keer zo breed dan normaal, in het bos, in het besneeuwde bos. En dat is dus vermoedelijk genomen nadat jullie uit Kieltje gevlucht zijn. Ja, ik weet het niet. Die foto is na de oorlog gekomen bij mijn tante in Rome. Hoe is dat gekomen, weet ik niet. Waarschijnlijk via mijn ouders, weet ik niet. Ja. Ik kan me niet herinneren dat ooit foto is gekomen, maar dat ben ik. Ja. Ja. Alleen opgerekt weer. Ja. En jullie hebben toen vrij door de bossen Ja, nog wat is verder gebeurd precies, kan ik me niet zo herinneren. Ik weet dat we nog een paar adressen gehad hebben. Maar meestal waren we in kleine plaatsen, omdat kleine plaatsen waren veiliger. Mm-hmm. Waren het weinig Duitsers, waren weinig dus die tegen de Jodenacties. En die mensen waren niet zo geprikt om dat Joden opzoeken en aangeven. Er waren veel Polen die dat deden, dat is sport, ja. Ja. Intussen, want je bent met Sophie alleen, maar je weet natuurlijk helemaal niet wat er intussen met je eigen ouders is gebeurd. Over je vader zullen we op het einde spreken. Maar misschien moeten we al wel even iets verraden. En over je moeder is misschien wel goed om daar nu over te spreken. Je bent de baas. Nee. je vader, 1942. Dus over vader of over moeder eerst? We gaan over je moeder dadelijk spreken. Moeder. Ja, dus in de eindlozing van Josse probleem in Sandomius is januari 1943. Dus alle Joden van Sandomius zijn op transport gezet naar Treblinka. Dat is die eerste kamp geweest, wat zijn vernietigingskamp. Dat was geen concentratiekamp, dat was geen arbeidskamp. Maar die mensen worden daar gebracht om te doden. En afhankelijk hadden ze geen cycloon, geen industrie. Dat was een probleem. Omdat doodmaken, dat is mooi gezegd, maar hoe doe je dat met 10 mensen? Je kan doen. Met honderden ook. Maar met duizenden. Met honderdduizenden. Er moest industrie ontwikkeld worden om zoveel mensen te doden. En dat hadden ze Duitsers niet. Die cycloon is pas eerste experimenten worden gedaan. Dus eerst in Treblinka waren het vrachtwagens. Die hadden het dichte, getimmerde laadruimte. Waar de uitlaat was teruggebracht in die gesloten ruimte. Die waren volgeladen met 40, 50 personen. Waar een deur dichtgemaakt en die auto begint te rijden. En rijden zo lang als er geen geluiden waren meer. Ik kan je voorstellen dat is men is bezig met een industriële mensen vernietigen. Maar goed, even feiten. Dus in de 23 januari 1943 is de eindlozing van de Joden in Sandomius. Dat weet ik van verhalen van mijn moeder, die ook een van de van die personen is geweest die toen is gearresteerd. Mijn vader is al eerder gearresteerd, maar dat komt straks misschien. En ze zijn op transport gezet door het veewagens, waren gepropt met een 70, 80 personen dicht bij elkaar. En ze hebben gezegd: blijf maar rustig, jullie gaan naar de werkkampen in Duitsland. En iedereen van jullie is verantwoordelijk dat niemand zou aan de eindstation ontbreken. En merkwaardig genoeg, mensen geloofden daarin. Ondanks dat was duidelijk, dat was geen sprake om te gaan naar de werk in zulke omstandigheden. Maar de deur is dichtgemaakt en in die wagen daar een man vroeg wie wou met mij vluchten. Ik wou vluchten. En van die hele wagen alleen mijn moeder, die zegt ik ga mee.
En we weten dat in de wagen zijn alleen boven een klein venstertje met een prikkeldraad dichtgemaakt. Dus eerst mijn moeder ging op de knieën, hij klom op haar rug en heeft hij dan losgemaakt, een aantal van die draden, maar niet volledig, omdat waren van buiten. En hij zei tegen mijn moeder, ga maar eerst, ik zal je helpen. En mijn moeder, hij ging op hurken zitten en zij klom op hem. En door die kleine opening in die venster is naar buiten gekrom. En daar heeft gesprongen van lopende trein. En ik moet voorstellen, dat is een enorme grote onzekerheid geweest, omdat meestal in Polen zijn twee sporen naast elkaar. Als ze springen van lopende trein aan de kant van de sporen, ja, is meteen dood. Maar gelukkig was dat een talud met sneeuw, dus hij vrij zacht heeft gesprongen en daar gerold naar beneden. Toen heeft ze daar die poging gedaan om dan naar boven te klimmen. Die waren anderen in het wagen, die trokken haar aan de benen. Zeg maar, je moet niet vluchten, omdat wij worden verantwoordelijkheid gesteld als je weggaat. Het is ongelooflijk dat mensen zulke situaties zijn zo geïndoctrineerd. Wat is met die man gebeurd, dat weten we niet. Maar je moeder is ontsnapt. Moeder is ontsnapt, ja. Haar hele handen waren er toen. Ja. Geschud van huid, omdat door die prikkeldraad is. Maar daar merk je waarschijnlijk niets. Maar dit verhaal kende jij helemaal niet. In die tijd dat jij met Sophie door het bos zwerf. Mooie foto. Dit is een foto van, moet ik bij zeggen, dit is een foto van Ben Heijnen. Maar dit is echt een foto van het bos in Otwock. Ja, Otwock is in dit plaats geweest en is nog steeds vlakbij Warschau, typische verblijfplaats met een rijke bosomgeving, waar die mensen in de zomer van de grote stad gingen om daar door te brengen van het paar weken of maanden het zomer, als niet naar een afgelegen plaats gingen. Toen was het idee dat een bosomgeving is goed voor longziekte, tuberculose, waar een sanatoria. Maar meestal kleine huisjes. Ja. En in die winter van de 43, vier van die huisjes waren leeg. Omdat niemand gaat daar in de winter. En een van zulke huisjes heeft Sophie voor ons gehuurd. Ja. En daar hebben we gewoond. Daar woonden jullie met dus jullie twee. Dus moeder is gesprongen van die trein en is naar de eerste getroffen dat huis gekomen. Er waren boeren die hebben haar kleding gegeven, eten. En ze zegt, volgende ochtend moet je snel weggaan. Via die adressen van, die hebben ook daar gelopen in tijdens onze vlucht, onder andere in Warschau. Zij wist dat we zijn ergens in Otwock. Maar waar precies niet? Zou ik niet vertellen die verhaal? Die zeker, wonderverhaal? Dat is het wonder, hè? Dus jij zat met Sophie in Otwock? Zat met Sophie in Otwock en het was een klein huisje zonder verwarming en zonder badkamer. En ik zat in, ik weet dat het was een avond. En met een speertijd, met een avondklok. Dus dat is een na donker, dus winters is donker om 4 uur, 5 uur. Na 8 uur mocht je niet op straat lopen. En ik zat daar in de wasstobbe. En plotseling hoor ik iemand roepen, Stefan. Eerst dacht ik, dat kan niet. In onbekende plaats hier plotseling iemand Stefan. En ik zeg tegen Sophie, luister mama, iemand roept mij. Ah, laat maar. Maar ik hoor heel duidelijk. En inderdaad, zij maakt de deur open. En door die warm water waarschijnlijk kwam die condenslucht naar binnen of naar buiten. En kwam met een soort of een wolk. En in die wolk kwam mijn moeder naar binnen. Dat was echt een wonder.
Zij wist dat we zijn Otvodsk. En het enige wat ze kon, lopen door de straat en mijn naam roepen. En zo heeft ons gevonden. Nou, en nog steeds als ik dat vertel, dan voel ik wat. En toen had ik weer twee moeders. En toen veranderde je leven toch wel behoorlijk. Want jouw moeder, jouw eerste moeder, was wel iemand van... Die Sofie is helemaal geconcentreerd aan mij. Ja. Ze had met niemand contact. Ze had met haar familie helemaal gebroken. En we waren 24 per uur samen. En we leefden van geld die we van de ouders gekregen. Ze werkte niet. En toen mijn moeder kwam, zij heeft contact gezocht met ondergrondse. Ze heeft de valse papier gekregen, ze begon te werken. En in Warschau in die tijd was een hele sterke ondergrondse beweging. Dus ze helpt met elkaar. Maar we hebben niet samen gewoond, omdat dat zou te gevaarlijk zijn. Plotseling, dit één vrouw, die lijkt zo op mij en dat is niet mijn moeder. Ja. Dus ze heeft een apart gewoond in Warschau en wij afhankelijk daar in Otvodsk. En daarna hebben wij toch plaats gevonden vlakbij haar in Warschau. Ja, maar wat deed jouw echte moeder, zal ik maar zeggen, om te overleven? Want ze begon te werken in fabriek. Ja. Daar was een fabriek in Warschau. En die maakte de soldatenkleding voor het Oostfront van de konijnen. Mm-hmm. Maar dat was een grote diefstalpartij, omdat ze liepen van die fabriek, dacht ik, elke dag met een 10 of 20 van die konijnenvellen aan hun lichaam. En op de zwarte markt, dus dat was een enorme zwarte markt. En de ondergrondse steunen dat. Dus ze begon te verdienen. Dat was een jonge vrouw, ja. 30 en zeer, zeer energiek. Ja. Dus dat lost in ons leven is veranderd. En een van de dingen die ze toen heeft gedaan, is misschien toch wel relevant voor haar overleving, is dat ze haar naam heeft veranderd. Ja, dat was die valse papieren. Je kon dat kopen op de markt. En er waren handel in de valse papieren. En wat zochten ze? Ze zochten en de parochies die waren gebombardeerd door Duitsers. Dus er geen sporen van het echte documenten en ze kon op deze manier aan naam komen. En zo kwam ik aan naam Skotnitsky. Want hoe heet je oorspronkelijk? Mijn oorspronkelijke naam is mijn vader en naam is Salamanovic. Ja. Ja. En dat was eenvoudig om te laten zo. Ja. Later komt... Ja, misschien nog iets anders. Ja. Maar dat springen we naar de oorlog. Maar misschien nog te vroeg. Warschau, daar heb je ook zeer sterke herinneringen aan. Hè? Jij woonde in Warschau in het westelijke deel, niet in het Joodse deel, hè? Als ik dat goed begrepen heb. Kun je iets vertellen over die periode dat je echt in Warschau woonde? Verschillende misschien plekken. Nog iets over die Otvodsk. Dat is net één verhaal die heeft mij heel sterk gebleven. En misschien de illustratie is goed van de... Ja. Van het gedrag van een kind. Onze huisje in Otvodsk, dat was een parterhuisje met een ingang van één kant. Één kamer en tweede kamer achter. En dat alles. Geen badkamer, geen toilet was. Dus betekent die achterkamertje, had een raam. Die was direct naar de bos, contact met de bos. Aan de rand van de bos, zulke bos. Mm-hmm. Ja. En heb ik met Sofie getraind. Ze heeft mij dat geleerd. Als iemand zou komen aan de voorkant. Ik moest direct aan de achterkant komen bij die raam. En als die zou blijken dat het niet vriend of niet iemand die kan het vertrouwen. Ik moest direct vluchten in de bos. Ja. En daar heb ik opgezocht, dat was in het typische bos met een zandgrond, wat gemakkelijk onder de wortels wordt in het grotte gevormd of ruimte gevormd. Ik was klein, ik kon daar onder de
Want de wortels gemakkelijk in het zich verstoppen. Maar soms duurde het lang, omdat die was iemand die kwam alleen op bezoek, maar ze kon mij niet roepen. Dus soms, soms uren daar in die grot moet ik brengen. En dat is ook iets illustrerend voor het, hoe kinderen in zulke extreme omstandigheden snel volwassenen worden. Ja. Omdat als ik retrospectief kijk, dat was gedrag niet van, de, van een kind. Ja, je hebt wel eens gezegd, ik heb eigenlijk maar 4 kinderjaren gehad en daarna ben ik volwassen geworden. Is dat, ja, misschien nog steeds ben ik kind. Oh, het is eigenlijk niet waar. Ja, was je toen, toen dat in Otwock, dus als je dan moest stoppen, was je dan vaak bang? Of? Ja, zeker, ja. Angst is in het hele tijd overheersend geweest. En was dat ook vanaf het begin, vanaf het moment dat jullie in Łódź weggingen? Of is nee, dat... nee, omdat eigenlijk die vlucht uit Łódź met die auto zeer indrukwekkend, maar dat was in het, nog steeds geborgenheid in het, met ouders. Ja. Maar ik denk dat die beeld van die keeltse, van die razzia's en daarna die andere beelden, dat heeft me in het... Ja. En dat volwassenen hield, gemaakt. Ja, en dat hield voorlopig ook helemaal niet op, hè? Want jullie gingen daarna in Warschau wonen, apart van moeder Hanna, maar jij woonde met Sophie in het katholieke deel. En daar heb je ook nog van alles meegemaakt. Kun je daar nog iets over vertellen? Ja, nou, die, wat je zegt, zijn, ja, zijn twee opstanden. Dat is een beetje voor sommigen misschien van u is moeilijk te begrijpen, maar. De eerste opstand waar hij heeft en Martijn verteld, dat was in 1943. Hij is begonnen al in het, met het aanvallen aan de Duitsers, SS-brigade in het ghetto in de voorjaar 1943. Maar ze hadden heel weinig in het wapens. Ze hadden, het, dacht ik, 20 in de pistolen. En alleen deze die hebben dat gekregen of in het... gewone van Duitsers, die hebben ze daarna gebruikt zelfs. Maar ze organiseerden opstand in ghetto, was in april 1943. En ik was aan die, inderdaad die veilige kant van de straat weer. Er was een muur die grensde tussen die twee gedeelten. En Duitsers waren systematisch bezig met een, vernietigen van één huis naar de andere. En... ik kan me herinneren dat ik zag mensen springen van de bovenste verdiepingen naar beneden. En de reactie van de Polen aan de andere kant was zeer verschillend. Er waren dat, mensen die zijn geschrokken, die huilden. Maar die waren ook antisemitisch in de opmerkingen. Daarom als iemand vraagt me... zijn Polen antisemitisch? Ik kan het niet zeggen. Mm-hmm. Kijk, maar ik ben gered door een Polen, Poolse vrouw. Ja. Ik leef dankzij Poolse vrouwen. Ja. Maar ik denk dat in elke land waar zijn Joden is ook antisemitisme. Alleen hoe extreem is dat? Kijk maar naar Frankrijk. Ja. Dus dat maakte je mee? Dat was die opstand van het ghetto? Ja, dat was in 1943, ja. En dat is volgende jaar, ja. Die Polen houden van vechten. dat was in augustus, 1 augustus 1944. De Russen waren net gekomen aan de van oostgrens van Warschau en zijn gestopt. In die tijd bestond ook de Poolse regering in ballingschap in Londen. En dat was de traditionele regering anti-Russisch. Dat is politiek, maar ik denk dat is waar wat ik vertel. Dat die regering heeft alles gedaan om die laatste moment ingang van de Russen en het overheersen hoofdstad van Polen te voorkomen en willen ze daar zijn voordat die Russen komen. Daarom is 1 augustus
opstand gekomen, gesteund door de regering in Londen, tegen Duitsers. Maar eigenlijk was dat ook tegen Russen. Alleen niet daadwerkelijk, alleen zo proactief. Nou, Stalin heeft dat heel goed gezien en zegt, nou ja, dan gaan we wachten. Voordat de Duitsers maken we de zwarte werk voor ons. Nou, dat was vreselijk. Dat was een, hier, Polen zijn slachtoffers van het, van de grote politiek. En er zijn ontzettend veel jonge mensen die zijn toen het, gestorven. En dat heb jij allemaal? Ja, dus we waren aan de westkant. Dus ja. Moet ik even, ja. De Russen komen van het oosten, zijn gestopt net bij de rivier. We waren in die kleine huisje aan de westkant van de Warschau. En Duitsers probeerden juist van de westkant komen. Omdat de oostkant konden ze niet, omdat die opstand te onderdrukken. Maar wij horen plotseling een Russische gesprekken. Russisch taal. Dus konden we niet begrijpen. Hoe die van oosten plotseling de Russische soldaten zijn naar westen gekomen. Er waren de eenheden van de Oekraïnse leger van generaal Vlasov. Jullie waarschijnlijk herinneren zich dat Hitler heeft beloofd aan Oekraïners. Als jullie vechten met mij tegen Russen, dan kregen jullie onafhankelijk Oekraïne. En die waren het leger van de Vlasov, Oekraïners. Die waren in de dienst van Duitsers. Dus vochten samen met Duitsers tegen Polen. En die waren zeer vrede eenheden. Nog erger dan SS. Ze schoten alles wat bewoog. En toen heb ik echt een dreiging, echt een doodsdreiging meegemaakt. Want ze gingen ook van die huisjes en mensen naar buiten. En ze oncontroleerbaar schieten gewoon. Die waren dronken. Waarom zijn we toen niet doodgeschoten, weet ik niet. Toen zijn we het aan de kant van de straat was het magazijn met een metaal artikelen. En er waren ook platen, metaalplaten. En die hebben van die platen tot een bescherming gemaakt in de binnenmagazijn. En daar zijn we een paar dagen gebleven. En daar zijn we door zelf de Vlasov en het leger naar buiten gedwongen en dat weggegooid naar buiten Warschau. Toen merkwaardig is iets gebeurd, omdat die soldaten van die Vlasov leger, alle mannen namen opzij om te vernietigen. En alle jongens. Ik was toen 7 jaar, was zeer mager. En ik had heel langere jas, waarschijnlijk hebben ze mij als meisje genomen, weet ik niet. Maar ik mocht doorlopen. En weer vlucht is gelukt. Ja, dus je bent een paar keer in Kieltje in Warschau echt ontsnapt aan... Nou, in Kieltje niet, omdat Kieltje was niet gericht op mij. Ja. Ik was alleen getuige van. Vooral, ja. 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 In Kieltje voelde je nog meer getuige en in Warschau... Ja. Duidelijke dreiging. Ja, ja. Mijn beste vriend, wat ik toen nog had, is toen doodgeschoten door Duitsers. Ja. En waar woonde je intussen? Dus je zwierf door Warschau daarna? Nee. Wij zijn van Warschau helemaal gevlucht buiten Warschau. Na bossen rondom Warschau, dat is in Campinos, waar was een typische plaats voor de partizanen. En, maar we wisten niet, we zijn daar gevlucht, omdat het was, ja, gewoon, je liep. Ja. Er waren vrouwen en kinderen die liepen en op een gegeven moment kwamen we ergens bos tegen. Ja. Dat was een warme zomerdag, 10 augustus 1944. Ja. En na verloop van tijd, dat is al een stukje verder. Dat spring je, ja, waarschijnlijk tijd voor je. Ja hoor, we hebben nog. Ja. Nou, we kwamen daar in de landhuis van de grote grondeigenaresse. Die heeft ons daar als vluchtelingen weer. Waren we daar echt zonder iets gevlucht uit Warschau.
Terwijl die opstand in Warschau duurde nog een paar weken, twee, drie weken. We zagen alleen grote en elke avond enorme grote vuurzee boven Warschau. En daar zijn we gekomen bij de grote landeigenaresse, die heeft ons verspreid in de dorpen die daar in de omgeving waren. Haar dorpen. Nou, dat was een gebied die lag op de grens van de bos. In bossen waren partisanen, aan de kant waren Duitsers. S'nachts, Duitsers vluchten weg, waren een bank van partisanen, dus kwamen partisanen. Die waren droppingen van de wapens en van de ammunitie van Londen. Mm-hmm. En overdag kwamen Duitsers. En we waren tussen. Ja. En daar zijn we kort gebleven, maar dat was, kan ik me herinneren, dat was ook bedreiging nog van de buitenkant. Nou ja, partisanen, dat waren eigen. Ja. Misschien het anekdotisch verhaal. Er was geen water, geen mogelijkheid om te wassen iets. Maar het hele dorp was verkleed van witte nylon blusjes. Gemaakt van die parachute. Ja. Die waren elke nacht kwam een dropping met twee of drie grote parachute, er waren het in een soort stof. Nou, wat deden ze? Deden ze het in de overhemden. En dat was dat is een vreselijk om te dragen. Dat is helemaal lucht, niet doorlaatbaar, dus ja. Dat is een vreselijk. Maar om de hygiëne te houden, kan ik jullie advies geven. Je hoeft niet gewassen te worden. Je kan namelijk ondergrond daar begraven. En alle luizen komen naar buiten. Je knipt die stukje af. Je trekt van de grond die overhemd, doe je een paar keer alleen in de lucht zwaaien en is schoon. Ja. Dus we hadden overal die witte nylon blusjes van dat Engelse parachute. Op welk moment heb je de bevrijding meegemaakt? Nou, dat was geweldig. Dat was geweldig. Dat was in die plaats Piotrków, weer de volgende vlucht. Daar valt trouwens ook nog wel iets interessants over te zeggen. Want toen kwam er een derde vrouw in je leven. Ja. Ja, in die Piotrków, dus hebben we, dat was in december 1944 inderdaad. Dat was een kleine plaats tussen Warschau en Lodz. Daar hebben we samen met mij, toen hebben we samen al met mijn moeder gewoond en Sophie. En toen kwam de derde vrouw, dat was lerares. Nou ja, zij had schuldgevoel dat ik was nooit op school geweest. Dan zeg je, die moet ik leren. Hier ligt de materiaal, die kan ik zo gebruiken, zag ze. En toen eerst heb ik van haar geleerd te lezen en rekenen. Ik had toen 9 jaar. In januari kwamen Russen. Ja. En dat was voor mij een prachtig gevoel. Ja. Ten eerste als 9-jarige jongen oorlog beleven van dichtbij. Geweldig. Op onze binnenplaats stond Katyusha. Ken je nog wat Katyusha is? Dat is een vrachtwagen met een lanceringsinstallatie. En kan ze daarna snel verplaatsen en daarom hebben ze het laatste moment van de oorlog gewonnen. En ik kon klomen daar in die bij chauffeurplaats bij die Katyusha. Die soldaten waren zo vriendelijk en plotseling iemand in uniform is niet voor mij bedreiging. Maar in tegendeel, dat is een vriend. Ik weet dat toen stond nog een kerstboom bij ons. En die hadden de kettingen gemaakt van de witte, dunne papier. Papiertjes, dat is geen papier, maar daar zijn we. Vloeipapier? Vloeipapier. En ik zag dat die soldaten rollen sigaretten van krantenpapier. Ik zeg, dat kan niet, ik heb zo'n mooie. Maar dan heb ik snel die ontmanteld, die kerstboom en die vloeipapiertje aan hen gegeven. Die waren zo dankbaar voor mij. En er was nog een beeld wat ik kan me herinneren. Dat was in onze kamer, dus wat ik sliep. Naast mij was een radiotelegrafist. En s'nachts was bezig met een met berichten te sturen. Ik lag daar met een rode gezicht, met neus bovenop. Ik kan best begrijpen dat voor een
je kinderen leeftijd van zeg maar 9, 10 jaar. Dat is jongersboek, dat is avontuurlijk, dat is oorlog meemaken van zo dichtbij. Voelde je ook vrij van angst? Oh ja, vrij? Ja? Meteen. Ja. Geweldig. Ja. Ja. Dus je zat in Piotrko met drie vrouwen en de Russen op de binnenplaats. Dus het was eigenlijk wel een goede tijd. Maar je wist natuurlijk niet... Jullie wisten toen niet precies wat je verder boven het hoofd hing, want van je vader had je niks gehoord. Nou, we hadden het via gehoord dat hij is overleden in Auschwitz. Ja, dat is nog over mijn vader, heb ik niet verteld. Ja. Dan moeten we terug gaan. Jazeker, terug naar Lodz. Hebben we nog tijd? Ja hoor. We moeten terug gaan naar 42 mei, dus mijn ouders zijn in Sandomiers gebleven na mijn vlucht met Sophie. En mijn vader is gearresteerd door Duitsers met verdenking van niet Jood zijn, dat was geen verdenking, dat was bekend, maar zijn politieke activiteit. Als politieke Jude is bestempeld. En is eerst naar gevangenis in Radom, dat is een plaats vlakbij gelegen, gebracht. Daar is opgesloten een paar maanden. En in 1943 is naar Auschwitz gekomen. Dus is in Auschwitz geweest vanaf zomer 1943 tot januari 1945. Bijna 2 jaar. Heeft lang. De bevrijding daar meegemaakt? Nee. Hij is met die bekende dodenmars. Ja. Vlakbij de Russen bevrijd hebben... Auschwitz, dat is een 27 januari, vandaag 71 jaar geleden, hebben Duitsers en het gevangenen van de resterende gevangenen van Auschwitz en van alle kampen in de omgeving, in bekende mars, waarom bekend? Omdat er zijn 60.000 mensen geweest die 's winters iets van 60 kilometer moesten lopen 's nachts van Auschwitz en omgeving naar het treinstation. Nou, dat is een typisch dodenmars geweest, omdat die weg is gemarkeerd door een honderden, als niet duizenden doden. Niet alleen die mensen die hebben dat, die zijn ziek en die konden niet lopen, maar deze die niet snel genoeg liepen, waren ook doodgeschoten ter plaatse. Dus overgeblevenen zijn in transport gezet naar Mauthausen en Ebbensee, daar zijn die kampen in de omgeving. Mijn vader heeft die mars overleefd, is eerst in Mauthausen geweest, daarna in Ebbensee en daar is bevrijd door Amerikanen. Praat ik over mei 45. Toen kon niet lopen, de woog iets van 40 kilo, moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Om versterken, om überhaupt levensvatbaar te zijn. En daarna had hij keuze over te blijven in de Amerikaanse zone, wat de meesten zijn gebleven daar, of terugkeer naar Polen, want hij wist helemaal niets. Wat gebeurde met ons, met mij, met Sophie, met zijn vrouw. Hij is toch besloten om terug te komen. In eerste instantie is gekomen naar onze oude adres in Łódź. En volgens zijn verhaal kwam bij de concierge beneden en vroeg, misschien heb je enige informatie waar mijn familie is. En zij zei, zijn ze boven gewoon in jullie appartement, omdat we waren in ons oude appartement. En hoe was dat om je vader terug te zien? Herinner je dat goed? Ja, ik heb hem niet herkend in eerste instantie. Ja. Niet herkend? Niet herkend, nee, hij is helemaal anders. Nou, dat was een bewerende, hoeveel jaar? 4 jaar. Nou, hij zag anders uit. Ja, we hebben over gesproken, omdat twee jaar geleden was in Groningen een grote tentoonstelling van Repin. Ja. En een van de schilderijen van Repin is de terugkomst van de
van de gevangenen van Siberië. Toen in Tsarische tijd gingen gevangenen ook voor maanden, nou, in Stalin-tijd ook. En daar is een prachtig beeld van de kamer, waarin het is een man van achter, in zulke dikke winterjas. Er zijn twee vrouwen en is een kind die daar aan tafel zit. En zie je in de ogen van het kind, zie je verbazing of angst zelfs. Wie is die man die hier zit? Ja. Ik kan me voorstellen, zoiets is met mij geweest ook. Ja. En dat was in jullie oude appartement, want dat stond nog wel, hè, tot... Ja. Ja, tijdens de oorlog waren daar Duitsers, die zijn gevlucht en we konden direct komen in ons oude appartement. Dat was geweldig. Ja, en daar woonde je toen met wie allemaal in dat oude appartement, na de terugkomst van je vader? Nou, dat was met wie allemaal. Dat zijn het, in die tijd, dat was het zo gevoel van het overleven van oorlog. Alle slecht is voorbij, nu alleen goed kan komen. Er was een verbroedering. Die plotseling onze huis, ik kan me herinneren, kwamen ontzettend veel mensen, van, op een moment ook bekenden, die kwamen terug van oorlog, of van Rusland, of van Duitsland, en hadden geen huis. En iedereen kwam bij ons, omdat we hadden een groot appartement, vier kamers. Dus dat sliepen op een gegeven moment bijna elke avond andere mensen. Ik weet nog eens een anekdotisch verhaal, die Duitsers hadden een hele grote palm binnen een grote kamer. Onze gebleven, die palm is gebleven. En die mensen sliepen daar beneden. Ik weet dat mijn moeder gezegd heeft, we hebben een mooie diertuin. Onder die palm, zoveel vreemde mensen. Ja. Maar op een gegeven moment namen jullie het oude leven weer op? Ja. Met Sophie? Ja, zeker. Ja. En jouw vader die ging weer terugwerken? Werd het weer zoals voordien? Of hoe moet ik dat zien? Nou... Dat was ook iets politiek misschien, dat moet ik een paar woorden vertellen. En de communisten toen hadden de ervaring van de Russen overgenomen, direct na de revolutie in Rusland. Er was een korte periode waarin de Russen hebben toegestaan aan de ontwikkeling van kleine bedrijfjes. Dat heet een nieuwe economische politiek. En zo ook hebben we gedaan in Polen. Dus betekent om te bevorderen van die totaal verwoeste land ergens opbouwen. In eerste instantie hebben ze toegestaan dat er waren het eigendommen van de kleine bedrijven, ZZP'ers, zou je nu zeggen. Ja. En zo mijn vader ook begon met zijn vriend, kleine chemische bedrijf. Het begon draaien heel goed. En Sophie, met ons vanzelfsprekend hoor, ja. Ja. Dit ben jij met je moeder, jij ook jammerlijk vervormd, maar... Helemaal vervormd. Ja. Waarschijnlijk ben je daar een jaar of 12. Ja. 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 En wat ik zo wonderlijk vind aan jouw verhaal, dus jullie pakten het leven weer op, zo goed en kwaad als het kon. Jouw vader ging weer, het ging op een gegeven moment toch ook weer vrij goed. Jullie bleven in het appartement wonen. Maar jullie gingen ook met jullie vieren op bezoek naar Auschwitz. Ja, dus links is Sophie, maar hier weer vervormd. Ja. Ja. Ik ben nog extra vervormd, omdat... Nee, omdat ik was een zeer mager na de oorlog. Ja. Maar toen al niet meer zo, hè? Maar toen de artsen en kinderartsen hebben gezegd dat ik heb tuberculose en ik moet goed gevoed worden. Nou ja, dat is het resultaat. Ja. Maar niet iedereen ging... niet iedereen ging zo snel na de oorlog al naar Auschwitz. Maar jouw vader deed dat wel. Ja, en dat is mij eigenlijk nog steeds... Begrijp ik niet zo goed. Ik heb verwacht dat een bezoek aan Auschwitz zou ontzettend traumatisch en ook zeer zwaar zijn voor hem. Maar hij was zeer pragmatisch, zeer cool. Ja. En relationeerde ons rondgeleid langs die restanten van gaskamers, langs die baraken, langs die restanten van de crematoria.
zonder eigenlijk zonder grote emoties. Ja. Zeer met stoïcisme, zelfs soms met sarcasme, zou ik zeggen. Kun je dat verhaal eens vertellen wat dan in de jaren 50 is gebeurd, denk ik, toen je met je vader op bezoek was in Wenen? Ja. Wat toen gebeurde? Want dat karakteriseert heel erg. Mijn vader had nooit wrakgevoelens ten opzichte van Duitsers. Absoluut niet. Ik vroeg me af, hoe kwam dat? Misschien omdat heeft hij gestudeerd voor de oorlog in Duitsland. En sprak hij heel goed Duits. Mm-hmm. En dat hij waarschijnlijk hem leven gered, ook in Auschwitz. Maar hij was zeer ruimhartig. En hij had een vriend in Wenen. Hans, oom Hans. Hans Eisenschimmel, advocaat, Oostenrijkse advocaat, die door Duitser is gevangen genomen en naar Auschwitz gestuurd. Ik kan je voorstellen, in Auschwitz, iemand die praat alleen Duits, dat is Duitser. Maar hij was ook gevangen. Hij was een grote man, ik denk dat 1,90 meter. En het verhaal van mijn vader zegt dat hoe kwam tot de vriendschap tussen hen? Omdat als ze gingen in de bad, of in bad niet, in de douche, en liepen daar van de douche, dus die mensen die werkten daar, ik praat niet over gaskamers, die lagen op enorme grote stapel kleren. En moest je daar meteen trekken, jouw jasje en jouw broek. Dus die arme man had altijd de korte broek en de kleine jasje. Maar niemand wou met hem ruilen, omdat hij was Duitser. Dus mijn vader heeft hem dat geholpen, want hij heeft gezegd, hij is geen Duitser, hij spreekt Duits. En het zo kwam die vriendschap, hij is ook overleefd. En in die toevallige momenten waar de Ria nu bedoelt, waren we op bezoek bij Hans in Wenen. Ik praat over jaren 50, misschien 55. En het was heel vrolijk, hij heeft ons uitgenodigd daar naar Grinsing. En dat was niks alleen plezier. En op een gegeven moment, hij zegt tegen mijn vader, zou je willen misschien ontmoeten onze gezamenlijke kennis uit Auschwitz? En tot mijn verbazing was dat niet gevangenen, maar kapo. En ze hebben afgesproken bij Grinsink, dus aan het glas wijn. Jullie waarschijnlijk kunnen zich voorstellen, dat is een grote vrolijkheid in Grinsink. Iedereen komt met eten en drankjes ter plaatse. En een van de avonden, ik zat aan tafel met mijn vader, die Hans. En onbekend voor mijn man. En ik. En begon ze rustig te praten met een glas wijn over Auschwitz. Over de periode daar. Waarschijnlijk Hans en die kapo hadden vroeger contacten. Dat was ook Oostenrijker. Maar blijkbaar, dat was een verschil. Dus niet elke kapo was meteen misdadiger. Die waren, ja, ik durf niet te zeggen, goede Duitsers of goede kapo's, dat weet ik niet. Maar het is iemand, maar ze hadden normaal contact. Nou, dat was, en toen heb ik dan Ria verteld, dat was voor haar verbazing. Voor mij ook. Maar voor mijn vader was dat helemaal normaal. Dat verbaasde me. Ja. Nog een breed beeld? Ja, altijd Sophie, in de eerste plaats. Ja. Ja. Eigenlijk heb je twee moeders dus. Oh ja. Ja. Dit is de jaren 50. Dus als jullie een familieportret maakten, dan ging Sophie ook op de foto. Nou, misschien spring ik nu dat ontzettend ver, maar dat door onze kind is geboren. Ik woonde toen met Sophie. We woonden samen met Sophie. Ja. En zij heeft alle overgave, misschien, ik durf niet die woord gebruiken, liefde, maar dat is veel meer dan liefde, die hij mij heeft gegeven aan mijn zoon. Ja. Ze noemde hem soms met mijn naam. Ja. Ik spring dan even naar de laatste foto. Dat is een beetje een onheldere foto. Maar daaruit blijkt ook, dat is een foto van Sophie. Het verhaal is nog niet een einde. Dat is Sophie met Piotr en Eva. Amersfoort 1970. Daar zit dus... Nou, dat is een ontzettend misvormde foto. Ja.
filosofie is altijd een rol in je leven blijven spelen op alle manieren. Ja, ze had gelijk. Ja. Zij is meer dan moeder. Ja. Ja, hier is de... Het is natuurlijk, dan maken we een heel erg grote sprong. Ja, dat is nog weer de volgende vlucht. En we hebben inderdaad, want jouw leven... je hebt als kleine jongen, was je snel volwassen en moest je vluchten. Je hebt een heel groot deel van je jonge leeftijd ben je op de vlucht geweest. En dan denk je, dan is het allemaal over. Na de oorlog gaat het leven verder. Maar veel later in je leven, als je getrouwd bent en twee kinderen hebt, moet je opnieuw vluchten. Dat is een verhaal op zich. Ik weet niet hoe laat het is. 9 uur. Ja, ik moet even stoppen, hè. Misschien... Hoe zeg je in de liedje, vluchten kan niet meer. Misschien, ik denk dat het wel... misschien wel goed is om iets over de jaren 60 te vertellen. Hoe ben je in Nederland? Laten we het dan zo samenvatten. Hoe ben je in Nijmegen terechtgekomen? Want je zit nou wel hier. Ja. Ja. Ja, nou ja, dan moeten we teruggaan naar jaren 60, 68. In Europa is een enorme grote wind, een enorme grote beweging. Is begonnen in Frankrijk, in Parijs, demonstraties, studenten. Die eisen eigen wetten. Ook doorgaan naar Polen. De Poolse regering weet niet wat moet je zoiets doen. Ze gooien daar in de vaatje van de Zionistische beweging. En zoals vaak in het verleden beschuldigen Joden. Daar hebben ze die onlusten gedaan. En komt de anti-Joodse campagne. Zeer perfide, zeer geraffineerd, omdat het was niet duidelijk, nooit gezegd in de kranten of in de publicaties in radio, dat is anti-Joods. Mm-hmm. Wij zijn niet anti-Joods, wij zijn anti-Zionistisch. Dat was net een paar maanden na de Zesdaagse Oorlog. En die stemmingen in Polen waren dus door regerings gestuurd. En die hebben inderdaad voeding gevonden in de dromende antisemitisme in Polen. Ik voel me toen helemaal geassimileerd. Die Joodse leven in Polen, in Łódź toen bestond praktisch niet. Maar ik werd toen als chirurg in de universiteit. En een op andere dag kreeg ik het briefje dat ik mijn contract wordt niet verlengd, dat ik word weggegooid. En ik probeerde het achter te komen. Nou, het enige wat ik kreeg, dat ik van het beschuldigd dat ik als een politiek onzeker had ik contacten met studenten en opgejaagd om te demonstreren. Nou, dat was helemaal niet waar, omdat ik was in die tijd skiën van die demonstratie waren, maar ja, waarschijnlijk is ook gevaarlijk. En dat was trouwens het begin alleen, want veel meer waren dat in momenten. We waren op de wachtlijst voor een woning te krijgen. Die waren geschrapt en plotseling vonden zich als een echte, niet tweede, maar derde rangs burger. En waarschijnlijk dat is de bedoeling geweest. En je kon nergens jouw verhaal ophalen. Dat was een dat ik heb niks tegen jou. Dat is iemand anders. Dat was een wolk waar je kon niet vechten. Met iemand die zegt, ik vind jou schurk. Je kan tegenargumenten gebruiken, maar als je dat... Heb je niet die... Iemand die kan... Nou, goed, ik zou dat kort maken. In ieder geval, korte tijd ben ik zonder werk geweest. Zonder enige kans op een woning. En het duidelijk dat zo'n enige weg was in het weggaan. Voor mijn vrouw was dat de moeilijkste. Ondertussen ben ik getrouwd, had ik twee kinderen. Even tussendoor. En zij heeft geprobeerd
Zij is niet Joods. Zij is in het katholiek. En ze heeft geprobeerd die verhaal op te halen in het bureau van partij, maar ze kreeg er niemand te praten, te spreken. En dat was onmogelijk iets met iemand overleggen. Nou, beslissing om de weg te gaan, Polen was moeilijk, heel moeilijk. Voornamelijk voor haar. Zij was enige kind. En met twee kleine kinderen. Maar er was duidelijk geen andere mogelijkheid om Polen te blijven. Trouwens, dat was waarschijnlijk de bedoeling van de politiek van toen. En toen zijn we met toestemming van de regering, omdat wij zijn. Waar je weggaan, dat kreeg je schop in je achterste en dan ben je weg, zonder mogelijkheid terug te komen. Officieel moesten we afzeggen onze Poolse burgerschap. Ja. Dat was zeer traumatisch, maar eigenlijk achteraf onwettig. Omdat je kan niet zo afzeggen burgerschap. Dat was een zware proces. En dat was een vernedering. Dat was echt een bedoeling om jou te vernederen. En toen kwamen wij, omdat ik had tante in Rome, kwamen met twee kleine kindjes in Rome. Zomer 69. Ik had eerder contacten met de kliniek in de Verenigde Staten, in San Diego. En toen heb ik besloten weg te gaan, had ik gewoon een open brief geschreven. Normaal doe je dat niet, omdat je bent bang van contacten met het buitenland. Met het Westen. Maar toen heb ik dat gedaan en kreeg ik antwoord dat ja, je kan daar komen voor werken. Ze hebben voor mij een mogelijkheid. En toen zijn we in Rome aangekomen. Dat was niet de bedoeling om te blijven. Dat was alleen tussenstap om naar de Verenigde Staten te gaan. Ik ben toen naar de Amerikaanse ambassade gegaan. In gesprek met de consul heb ik laten zien die brief. Nou, hij zei, dat is geen probleem, omdat je bent jong, je hebt een goede beroep, je spreekt taal, je hebt een uitnodiging. Het is een kwestie van 2-3 weken, je krijgt visum. En die kwam in Nijmegen. Hier is toevallig mijn vriend, die werkte hier in Radboud, Richard Bilski. En Pierre Kuipers, veel van jullie waarschijnlijk bekend, is toen begonnen met de organisatie van eigen afdeling. Hart- en vaatchirurgie. En die vroeg die Richard Bilski, mijn vriend, ken je misschien iemand die kan komen, die bij mij werken? En hij zei, ja, ik heb een vriend, maar hij zit in Rome en gaat naar Amerika, heeft alles klaar. En Pierre zei, geef mij het adres. Doorzetten. En Pierre heeft hem mijn brief geschreven, die heb ik nog steeds. Die mij biedt aan hier in het werken aan de nieuw komende kliniek. Nou, dat was een moeilijke beslissing. Ik had een keuze uit Amerika, baan ook aangeboden. Ver, Amerika toen was bijna als een reis naar de maan. En hier naar Nederland, over Nederland wist ik niks, over Nijmegen nog minder. Maar het was dichterbij, dat was tenminste, onze ouders waren nog in Polen, ik kon dat misschien ooit zien. Naar Amerika, dat was voor mij in die tijd helemaal weg van bestanden. Nou, misschien een anekdotisch verhaal, weer een anekdote. Ik kwam terug we zijn besloten naar Nijmegen te komen. Ik kwam naar dezelfde consul en ik zeg dat ik wil terugtrekken mijn verzoek op visum, omdat we hebben besloten om niet naar Amerika te gaan. En hij zo sarcastisch zit in een stoel. En waar gaan jullie naartoe? Dan zeg ik, we gaan naar Holland. Wat? You're going to Holland? You just escaped from Poland. And you know the Russian tanks can 72 hours reach Amsterdam? Nou, dan krijg je koude rillingen als je zoiets. Ja, soms zijn we gekomen naar Nijmegen. Ja, en hoe was je ontvangst in Nijmegen? Nou, dat was heel warm. Heel warm. Nou, niet alleen ontvangst in Nijmegen, omdat toevallig had ik vrienden, maar überhaupt. Ik vergelijk altijd tot een sprong in de
duisternis in de zwembad. Want je weet niet of het water is in de zwembad, maar het was een lekker warm water. Ja. Dat is een voorlopig mooi einde. Want we gaan nog even in gesprek met de zaal. Dat vind je goed, hè? Ja, nou ja, we hebben afgesproken. In Nijmegen zat je ook ver van Sophie, hè? Want van zo... Dus die kwam jullie al heel snel opzoeken. Ja, dat is in Amersfoort. Dat was toen direct de trainer uit Polen. En die kwam ons bezoeken en dat was onze twee kleine ukkies. Ja. Die hebben haar begroet. Ja. Voor haar was het belangrijk, die, omdat plotseling mij vertrekt. Wij trekken uit Polen. Dat was voor haar zeer traumatisch ook. Ja. Ze had geen eigen kinderen. En ik was voor haar meer dan een kind. Ja.